Op zaterdag 14 juli werd de gloednieuwe beweegbox geopend. Deze box is de eerste interactieve gymzaal van Nederland. Door middel van elektronische hulpmiddelen moet dit de gymzaal van de toekomst worden. Het is de allereerste beweegbox in Nederland. En we hebben net een seminar gehad en daar hebben we heel veel reacties vanuit het land gekregen. Die zijn ook aanwezig kijken. Dus wat dat betreft zijn we echt de eerste. Het is eigenlijk alle sporters bestemd. Want het gaat hier eigenlijk, de essentie is dat je anders kan bewegen en ook gecombineerd gaat bewegen. We hebben hier zo een smart wand. Daar kunnen we sporten op instellen. Waar dan kan je schieten, kan je tennis, volleybal, voetbal, kan je allerlei dingen. We hebben aan de zijkant kunnen we ook nog veel voor freerunning doen. Dat zijn allemaal obstakels waar je op allerlei manieren overheen kan rennen, vliegen. We hebben een klein hobbel-de-bobbelbaantje neergezet wat de kinderen vandaag kunnen proberen. Maar we kunnen het ook nog hoger en groter neerzetten. Ja, we kunnen hier echt uitstekend apenkooien en freerunning doen. Je kan echt heel veel leuke klim- en klauterparcours uitzetten. We willen multisport hier gaan aanbieden. We willen kijken voor apenkooien voor volwassenen. Toevallig is dat nu heel erg in. En ik denk dat heel veel volwassenen weer een beetje kind willen zijn. En op deze manier met de interactieve beamer kunnen we dat misschien heel leuk combineren. Nou, wij gaan de thema's oprichten. Wij gaan heel veel doen met kinderpartijtjes. En wij proberen nu te kijken hoe we moeten positioneren in de markt. Wat dat betreft kan je iedereen laten bewegen in deze box op zijn haar tempo. Ik ben ervan overtuigd dat dit het andere sporten is, zeg maar.